Vooral die radicale boeren, hè, die flink op de trom slaan. En, die, ja. En ik weet niet of je gezien hebt dat Farmers Defence Force, wat die willen gaan doen. Die willen... Nee, ik let er niet zo op. Ik vind het, ik zie het nog steeds. Hoe zie je ook de politieke partijen opnieuw weer geïntimideerd zijn door die boeren. En zie ik het als een achterhoede gevecht. Van de boeren? Laat die minister vooral de poot stijf houden. Het is natuurlijk ook een beetje beschamend dat zo'n VVD-congres niet waar in het is natuurlijk provinciale doodsangst. En dat geldt ook voor het plotselinge retireren van het CDA. Er ligt een regeerakkoord, ze zeggen vuur het uit. Maak anders geen, als dat niet kan, laat de regering vallen, zijn we ook voor Rutte af. Ja. Nou, de boeren hebben nu gezegd, althans die Farmers Defence Force, we gaan geen middel schuwen om de stikstof... Ja, dus dat is pure intimidatie. En ik zou zeggen, laat de regering, anders dan bij vorige gelegenheden, vooral zich niet laten intimideren. Treed op tegen die boeren. Maak daar werk van. Laat je niet van de straat jagen met die klote trekkers. Hè? Nee. Mark van der Oever is dat. Die zegt die boeren die ontbreekt het dan elke vorm van redelijkheid. Ja. En gemeenschapsbewustzijn. We gaan snelwegen blokkeren, zeiden ze in Natura 2000 gebieden. Laat ze vooral veel snelwegen blokkeren. Dat maakt ze ook populair bij de rest van de bevolking. Ik zou zeggen, wat mij betreft kunnen de panzervoertuigen weer uitrukken. Druk ze maar van de weg af. Ja, dan is het tenslotte hart tegen hart. De overheid dient de orde te handhaven in de publieke ruimte. En als die orde dus verstoord wordt door boze boeren, dan moet er opgetreden worden. Ja. Daar hebben we een overheid voor. De voedselvoorziening willen ze ook plat gaan leggen. Ja, prima, de voedselvoorziening, vooral honger veroorzaken, dat werkt geweldig. En ze willen optrekken naar Schiphol. Kortom, ze willen dus grote hoeveelheden mensen treffen die er helemaal geen bal mee te maken hebben. Maar die in feite niets anders zijn dan burgers van het vaderland. En de overheid heeft besloten, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, er ligt een regeerakkoord, dat moet uitgevoerd worden. En voor zover ik de minister heb gehoord, en niet waar, is ze ook van plan om het uit te voeren. Ja. En we moeten ons vooral niets aantrekken van intimidatie in de publieke ruimte. Dat is het slechtste wat een parlementaire democratie kan doen. Dit zeggen ze in de krant, hè? In de Volkskrant. Die tekenen dus ook op dat ze hebben gezegd, we bouwen op, zeggen de boeren, en we gaan door totdat het af is. Nou ja, we zullen zien wat dat is. Ik nogmaals, laat je niet intimideren. Ja. Dezezelfde meneer... Het is niet aan de overheid om zich te laten intimideren, zoals vorige keer. Ja. Hebben ze zich de vorige keer laten intimideren? Ja, natuurlijk. Op al die trekkers te zoeken op het vierbaanswegennet. 0,0, daar horen ze niet, daar mogen ze ook helemaal niet rijden. En dan hadden ze geweerd moeten worden door de overheid. Niet dat slappe gedoe van, ja, wat moeilijk, wat moet je er eigenlijk aan doen? Laat maar zitten, het gaat voorbij. Nee, het is heel gevaarlijk. Nogmaals, trekkers hebben niks te zoeken op het vierbaanswegennet. De boeren hebben niets te zoeken in het verhinderen van voedselproductie. Ja, maar dan krijg je gewelddadige toestanden. Die krijg je, ja. Ik zou zeggen, daar vragen ze om, toch niet? Als je zelf geweld veroorzaakt, word je door een overheid beantwoord met geweld. En als die overheid dus alsmaar de andere kant op zit te kijken omdat die doodsbang is, wat vorige keer mijn indruk was, dan is er iets mis met die overheid. Dan mag dat kabinet zich wel de borst nat maken voor deze zaken dan. Ja. Treed op. Ja. Ja, want dit is natuurlijk deze praatjes die jij nu citeert. Dat is het begin van de intimidatie. Hè? Ze denken gewoon, je kunt eens, laten we eens even kijken. Laten we eens even poken en stoken. Nou ja, het eerste optreden is deze komende week in Barneveld. We zullen het zien. Ja. Barneveld, ook een heel geschikte plek om daarmee te beginnen, zou ik zeggen. Hè? Misschien wel goed om te zeggen, dit is een deel van de boeren. Dit zijn niet alle boeren die hier aan meedoen. Nee, dat is het tragiek van de boeren. Is natuurlijk dat ze in feite het imago hebben van radicalisme. En volstrekte onredelijkheid als gevolg van deze voorhoede. Ja, de Farmers Defence Force, die zich vorige keer natuurlijk ook op heel ongelukkige wijze in de kaart heeft laten kijken met zijn lulkoekerijen, ja, over de Tweede Wereldoorlog. Precies. Dus een beetje de PVV onder de boeren waar we het hier over hebben. Ja, het hufterdom. Ja, ja, dus dat is. En zij zijn nog niet voor reden vatbaar. Want ze vonden het heel normaal dat die boeren bij de minister stonden. En dat die kinderen stonden te trillen. Het feit dat je zegt dat je dat heel normaal vindt, dat geeft al aan dat je dus klaarblijkelijk je normen en waarden volkomen ontspoord zijn. Ja. Overigens wel even ter verdediging van de BBB, mevrouw. Zij heeft het ook wel verafschuwd. Ze heeft gezegd, we vinden dit niet normaal dat je bij de minister gaat. Ja, dat is verder prima. Dat hoort ze ook te zeggen als parlementariër. Ja. Dus dat vind ik prima dat ze het gezegd heeft. Laat ze zich ook daar aan houden.
Laat ze ook dan bellen met de Farmers Defence Force, dat ze met die flauwekul op moeten houden. Hè? We hebben dat gedoe met Kaag ook gehad, met die psychopaat met die fakkel. Oh ja, hè? Ja. Daar moeten we gewoon mee ophouden. Hè? Sluit die lui op. Ja. Deze man was trouwens ook die Mark van den Oever, de man die de boeren heeft vergeleken met de Joden. Hè? Dus dat geeft oh, me dat aan. De woorden die jij citeerde waren van hem afkomstig. Van de, ja, ja. Nou ja, dan weet je wel hoe laat het is een beetje. Ja. Hè? Goed. Nee, het is heel droevig allemaal taal.